Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. mijn beste zusters in islam. Dit is de vervolgvideo van deel 1 en dat was de oorzaak en het gevolg van het dragen van maskers. En nu gaan we praten, en dit is deel 2, over de soorten maskers die er bestaan. Assalamu alaikum wa wabarakatuh. wa barakatuh. De oorzaken van het dragen van maskers begint meestal in de kinderjaren en wordt meegenomen in het volwassen leven. Vanwege chronisch trauma, complex trauma, dat vaak ontstaan is in het ouderlijk gezin. En het kind leidt, leidt het kind hier aan, aan die trauma, zowel in zijn kindertijd als in zijn volwassen leven. En dit leidt naar zelfschaamte. Deze schaamte probeert hij te verbergen via het dragen van maskers. En heel die uitleg hierover, de oorzaken en het ontstaan van het dragen van maskers, dat is allemaal te vinden in deel 1. Dus ik ga dat niet nu allemaal weer herhalen. Zo zien we dat uh, hoe complex trauma ervoor zorgt dat het kind maskers begint te dragen om te overleven. En die blijft hij dan doen. In zijn volwassen leven omdat dat gewoon een gewoonte is geworden. En ik ga hier in deze video de verschillende types van maskers opnemen en kijk zelf welk masker er bij jou eventueel past. En let erop: vaak kan je verschillende maskers hebben die je dan gebruikt voor de ene en de andere situatie of de maskers kunnen elkaar wat overlappen. En bij deze opzomming, mijn beste zusters, kan ik misschien uh, voor sommige kil overkomen. Hè? En uh, wat ik ga zeggen is misschien confronterend. Maar mijn bedoeling is om ons wakker te schudden. Hè? Zodat wij inzicht krijgen. En dit inzicht opent dan de poorten naar genezing en geluk. Dus ik ga nu gewoon vlak af al die verschillende types opnoemen. Ten eerste de perfectionist. Hè. Zij zijn niet snel tevreden. Zij hebben het gevoel dat het steeds beter kan. En ze hebben oog voor detail. Hè. En in plaats van zich te focussen op hun eigen goede kanten, zijn ze vooral gefocust op hun tekortkomingen. Die ze met klem proberen te verbergen. Hè. Achter het masker van perfectionisten, uh, perfectionisme. En dit perfectionisme zitten onder grote druk. Ze zijn steeds gestrest. En zij kunnen enkel perfect zijn. Anders schamen ze zich dood en ze geraken ontregeld als ze niet perfect kunnen zijn. En het is een hele klus om dit niveau van perfectie vol te houden. Naar de buitenwereld toe vinden zij dat zij veel zaken beter kunnen dan anderen. En een van de gevolgen hiervan is dat zij ook de fouten. En de tekortkomingen uh, bij anderen onmiddellijk zien. En daarop gefocust zijn. Hè? Iemand komt binnen en ze zien al direct een fout. Wat dat ook mogen zijn, het maakt niet uit. Ze zien een fout en ze zeggen dat dan ook vaak. En dat kan leiden tot onenigheid en ruzie binnen, binnen het gezin of binnen een koppel of binnen, binnen een vriendenkring enzovoort. Ten tweede, de superheld. Hè? Omdat hij. Diep in zichzelf vindt hij zichzelf ontoereikend. Hè. Hij pusht zijn eigen zichzelf steeds om harder te werken, en hij wil mensen helpen en ja, de held zijn waarover gesproken wordt. Hè. Bijvoorbeeld Elon Musk. Elon Musk, hè. de wereld kan niet zonder hem. Hij gaat de wereld redden van de ondergang, en dus noods vliegen we allemaal samen naar Mars. En raketten. De expert. Zij willen altijd meer leren en ze zijn nooit voldaan met wat zij kennen. Met wat zij kennen. En als ze iets kennen, dan, dan denken ze, ja oké, okay, ik ken dat. En dan gaan ze iets anders uitdiepen. Waar ze ook veel kennis over gaan opdoen. Of ze gaan zich nog dieper specialiseren in de materie. He. En ze halen hun prestige uit dat zij op alles een deskundig antwoord kunnen geven, want zij weten zoveel, ze zijn een vat vol kennis. Maar diep in hen zit er een grote leegte. En dan heb je de eenzaad. He. Ze zijn zeer individualistisch en ze willen alles alleen doen, weigeren hulp van anderen, want dat is een teken van zwakte. En mensen denken gauw, wauw, subhanallah, die kan echt alles alleen. Of vaak denken zij dat zij geen recht hebben op hulp. Want ja, vroeger in hun kinderjaren, dan vroegen zij om hulp, maar daar werd niet naar geluisterd. Naar hun behoefte werd niet geluisterd. Dus zij denken dat ze geen recht hebben op hulp. Maar ze lijden onder hun eenzaamheid en nee, ze kunnen niet alles alleen. Maar toch blijven ze het doen, blijven ze het volhouden. En dan heb je de redder. Hij helpt de mensen die pijn hebben, die ziek zijn, die in nood zijn. Uh, zij tonen veel empathie, ze doen aan liefdadigheid, helpen de vluchtelingen en zijn steeds in de weer. Maar vaak verwaarlozen zij zichzelf. Vergeten hun eigen behoeften en weten niet meer goed om hoe zij voor zichzelf moeten zorgen, want ze hebben dat nooit gezien: dat iemand voor hen zorgt en ze weten niet hoe dat zij dat moeten doen. En ze denken vaak ook dat ze dat niet verdienen. En ze hebben eigenlijk het contact met zichzelf verloren. Hm? Dan het masker van de sociale vlinder. Die is te zien op sociale bijeenkomsten. Hij is er altijd bij. Hij fladert van het ene groepje naar het andere en praat met iedereen en is vaak heel oppervlakkig. Die gesprekken zijn ook heel oppervlakkig en in hem, diep in hem, zit er een immense leegte. Hij doet alsof hij verbinding wil, maar het is slechts een façade. Hij is zogezegd met iedereen bevriend, maar dat is ook slechts een façade. En hij heeft ook op social media veel vrienden, maar in feite is hij eenzaam. En dan heb je het masker van de komiek. Die staat steeds klaar met een grap, denkt dat dit moet. Hij staat er ondertussen onbekend en dit wordt zijn identiteit. En hij probeert steeds de sfeer op te vrolijken. Hij voelt zich verplicht. Hij kan het niet laten. En dit is ook gegroeid uit de kindertijd. Misschien was er een gezin waar er altijd een bedrukte sfeer was. Een sfeer van angst en vrees voor, voor de, de, de zoveelste ruzie die er misschien zou kunnen komen. En als kind ja, is dat gegroeid dat hij met een grapje heel het gezin weer kon opvrolijken. En dit is zo zijn gewoonte geworden, zijn identiteit. En hij heeft dat masker opgezet. En soms, ja, kan het zijn dat zijn grappen uh, helemaal niet grappig zijn. Hè? Dan heb je de cool guy, hè? degene die cool is. Hè? Het is alsof hij ijs door zijn ader heeft stromen. Niets kan hem van slag brengen, heeft alles onder controle en hij staat ook nooit stil bij problemen, hij wil geen gedoe en hij is eigenlijk onverschillig, hè? En ja, hij lijkt steeds tevreden en chill. Hm? En hij zegt, ja, ik doe wat ik wil, want ik doe toch niemand kwaad. He? Dus dat maakt het toch niet uit dat ik doe wat ik wil. Ik doe niemand kwaad. Maar hij doet wel mensen kwaad, maar dat beseft hij niet. He? En zijn leven is arm en hij snakt eigenlijk naar emoties. Dan heb je de martelaar. He? Hij maakt vele offers. Hij klaagt dan overal hoeveel moeite het hem allemaal heeft gekost. En hij zegt dan telkens: Ja, ik zal het weer zeker moeten doen. Werken, poetsen, opruimen, lange uren kloppen op het werk. Uh, hij is ook steeds degene die invalt voor iemand anders als er iemand ziek is, of gaat helpen of zich opoffert. En soms. Uh, volgt er dan een soort uh, ja, woedeuitbarsting, of een inzinking, of een burn-out? En hij heeft ook weinig voeling met zijn eigen emoties en uh, met zijn eigen noden en behoeften. En dan heb je de bad boy. Hè. Hij breekt graag regels, doet graag tegendraads. Dat wordt zijn identiteit. Hij wil zich niet aanpassen. Hij wil een outsider zijn. Hè. En hij kijkt neer op de brave huisvader. Die de regels wel volgt, die een, een vaste job heeft, met zekerheid. En hij is niet vies van uh, criminaliteit en het gebruiken van geweld. Hm? En sommige van hen sluiten zich aan bij allerlei soorten bendes of criminele bendes, hè, de Hells Angels enzovoort, of bij, bij criminele bendes. En uh, nationalistische groeperingen, hooligans, skinheads, dat is allemaal een vorm van rebellie. Gepaardgaand met stoer doen en geweld uh, uitoefenen. Hey. En ze doen stoer en ze denken dat dit hun ware zelf is. Maar het is slechts een masker. En dan hebben we de uitmuntende, hey, diens haar. Ligt altijd perfect. Zijn kleding is volgens de normen van waar hij toe behoort. Hij weet zich uh, steeds correct te gedragen op sociale bijeenkomsten. Uh, veel uiterlijke regels en etiketten die hij perfect volgt. Hij is als een plaatje he, niks op aan te merken. En hij komt steeds op tijd en hij wil geen fouten maken. Maar innerlijk is er vaak wel chaos en onzekerheid. En dan heb je het Stoïcijnse type. Hij heeft zijn emoties altijd onder controle. Het is alsof je ziet een meer vol water, maar zonder één enkele rimpel. Windstil. Zij kunnen door een crisis gaan zonder enige emoties op hun gezicht te tonen. En het lijkt alsof hij niet te verstoren is. En met niets te verleiden is. Maar zo is hij meteen ook onbereikbaar. En dan hebben we het zendtype. Dat is redelijk gelijkaardig, zweverig, afstandelijk, niet van deze wereld. Veel meditatie en afzondering. En heeft andere etikettes en andere normen en andere regels. En het is eigenlijk een vlucht. Hè? En dit schept dus ook afstand. En dan heb je het harde type. Niets kan hem raken. Koude ogen, kil. En ze hebben een, een harde schil rond zich. Hè? Ze zijn verbitterd. Uh, en ze zijn daardoor dus onbereikbaar. En ze lijken continu boos. En men is bang van hen en dat willen ze ook. En hij is steeds op zijn hoede en heeft alle contact met zijn innerlijke emoties verbroken. En dan hebben we het masker van het schattige of sexy type: flirt graag, is speels, verleidelijk, naar buiten gericht. Uh, lijkt te geven, maar is in feite serieus egoïstisch. Legt steeds de focus op, op het lichaam. Hè. Een bepaalde sexy lijnen, een figuur, borstvergroting, uh, valse wimpers, opgespoten lippen of ja, een sixpack, of bepaalde kledij. En daar wordt dan mee geprompt en het is een soort handelsmerk geworden dat verkocht wordt voor geldgewin. Aandacht, status. En je ziet dit fenomeen vaak bij de hijabi-influencers, die van hun uiterlijk hun handelsmerk hebben gemaakt. Maar het is niet om de volgers te plezieren, maar voor eigen gewin. En ook wordt dit masker vaak gebruikt voor het verkrijgen van bescherming, geborgenheid, liefde, zekerheid. Bijvoorbeeld de vrouw die zegt. Met dit mooie lichaam van mij zal mijn man mij nooit verlaten. En dan heb je de chameleon. De chameleon verandert, verandert van kleur, verandert van masker naar gelang zijn omgeving. Zet Zij telkens een ander masker op. Is hij bij zijn gezin? Dat masker. Gaat hij naar bepaalde vrienden? Een ander masker. Zit hij op zijn werk nog een ander masker? En hij zegt gemakkelijk ja. En is daardoor zeer onbetrouwbaar qua afspraak. Ik kan een voorbeeld geven. Hij maakt bepaalde afspraken met zijn vrouw. Hoe ze het gaan doen, of wat ze gaan doen. En wat hun plannen zijn voor, voor, voor hun, hun gezin. Maar dan gaat hij naar zijn vrienden, die van een ander slag zijn. Die andere plannen hebben. En daar zegt hij ook ja tegen. He, en de plannen met zijn vrouw verdwijnen. He, daar, die vergeet hij. En zo leeft hij. He, en hij heeft weinig ruggengraat en past zich de hele tijd aan aan de verwachtingen van anderen. En dan heb je de onzichtbare. Ik vraag niks. Ik heb niks nodig. Ik ben to, van, uh, tot, uh, geen last voor niemand. Niet. He, mij zul je niet horen. Ik ga ook mijn mening niet zeggen. Ik hou mijn mening voor mezelf of ik heb zelfs geen mening. Ik zet me in de hoek van de kamer of helemaal achteraan. En hij lijkt kalm en hij lijkt ongevaarlijk. Niemand ziet hem zitten. Maar diep in, in zijn binnenste broedt er wel een woede. Omdat niemand hem ziet zitten en omdat niemand rekening met hem houdt. En dat is al gewoon vanuit zijn kindertijd. Maar... Hij houdt zich op afstand. En dan, mijn beste zusters, de wolf. Deze persoon heeft het opgegeven. Is ervan overtuigd dat hij slecht is en dat slechtheid loont. Loont. Hij denkt, ik ben niks waard. Ik heb al zoveel slechte dingen gedaan. Er is geen enkel fatsoenlijk mens die mij nog wil. Ik heb niks te verliezen, want ik ben niks. Hè? Dus mijn enige redding is de wolf. De hongerige wolf die neemt, die pakt, die wil krijgen, die steelt. En hij is zeer berekend, manipulatief en genadeloos. En het is een levensstijl geworden: een identiteit waar hij trots op is en mee uitpakt. Dus al zijn slechtigheid. Daar is hij niet beschaamd over, daar pakt hij mee uit. En als het, hem, uh, als het moet, zet hij boven zijn wolvenmasker nog een ander masker. Van het schaap. Hè? De, de wolf in het schapenpak. Hij zet het masker van de schaap op. Vriendelijk, schattig, de begripvolle vriend, de helper, de grote liefde enzovoort. En jij begint hem te vertrouwen. En dit. Is de val. Deze wolf heeft alle contact met zijn innerlijke zelf verbroken en diep van binnen zit er een groot leed. En dan heb je het masker van de woke types, de transgenders, die, degenen die van geslacht veranderen. Dit is het ultieme masker. Ze zijn vaak zeer getraumatiseerd, subhanallah. Willen daardoor niet meer zijn wie ze zijn en laten zich dus verbouwen als bescherming. Zij ze zeggen: Ik zal niet meer misbruikt worden. Uh, ik zal wel aanvaard worden. Ik zal ergens bij horen. Ik heb een doel. LGBT. En ze zijn gay, ze zijn vrolijk en ze zijn sociaal. Maar het is slechts een façade, het is slechts een vlucht. En dan als laatste het masker van Pharaon, de farao. Pharaon. Hij zegt dat hij God is. Dit is het masker der maskers. Niemand kan hem raken. Hij is de opperbevelhebber die bepaalt wat er gaat gebeuren. Uh, hij wil geen antipathie tonen, enkel zijn plan is wet. En je vindt hem onder de secteleiders, onder degenen die leiding hebben over bepaalde soorten orders, zoals de Illuminati enzovoort. Of ze zijn de opperhoofden van criminele bendes, de Godfathers. Zij hebben hun ziel verkocht. Subhanallah. En ze zijn enkel bezig met het verhogen of het behouden. Of het vergroten van hun macht. En dit is een fulltime job. En in feite bewaken ze heel de tijd hun masker. En iedereen die dat in gedrang brengt, is de vijand. En hij vraagt volledige onderdanigheid en gewilligheid. Hij zit continu met een doodsangst dat er iemand ja, zijn macht gaat afnemen. Hey, dit is voor hem de ultieme vernedering. En we zien het voorbeeld in El-Koran van Musa alayhi salam. Musa alayhi salam heeft eigenlijk het masker van Feraon afgenomen met te zeggen: Jij bent geen God. Hey, er is maar één God en dat is Allah. Hey, en ja, dat, hij, hij, hij nam het masker af van Feraon en dit was voor Feraon de grootste vernedering die hem immens, immens, immens woedend heeft gemaakt. En ja, met die uitspraak van Musa alayhi salam, zei Musa eigenlijk tegen Faraon dat hij gewoon maar een mens is. Een gewone sterveling met zwakheden, met tekortkomingen, met, met ja, trustigheid en, <tie> en een gewone man. En dit kon Ferrand niet aan. Hè. Dit is, uh, dat is te erg voor zijn ego dat die mens gevoelig is. Mijn beste zusters, we zien een gemeenschappelijk punt bij al deze maskers die ik heb opgenoemd. Afstand. Hè. Tussen hem en de rest van de wereld zit het masker. En zo schept dat afstand. Niemand mag in het hart kijken, want hij kijkt er zelf geen eens niet in. Hè? Dit is een terrein dat weggestopt moet worden, dat verborgen moet worden, want het is een terrein vol schaamte. Hè? En men is beschaamd over het eigen zelf, maar dat is niet het eigen zelf. Hè? Men denkt dat slechts. Het is het. Ja, eerder het verstoorde zelf, dat door chronisch trauma is ontstaan. En dat zij verbergen achter een masker. En men is natuurlijk ook steeds bang dat het masker gaat afvallen. En dat dat verstoorde zelf dan voor iedereen zichtbaar wordt. Hm? En ik ga nu eens uh, zeggen dat er bijvoorbeeld uh, maskers worden gebruikt voor verschillende doeleinden. Hey. Ten eerste, het masker zorgt ervoor dat de persoon er zich mee identificeert en denkt dat hij het is, dat hij is wat hij als masker gebruikt. He. Zo hoeft hij niet meer geconfronteerd te worden met zijn eigen verstoorde innerlijke zelf, dat hij liefst van al totaal vergeet. Ik ben perfect, ik ben de held, ik ben slim, ik ben de godvader. Dan een andere situatie waar het masker voor gebruikt wordt. Uh, soms wordt het gebruikt voor de beste bedoelingen. He. Stel. Je zit vanwege chronisch trauma boordevol woede. Dat is in feite normaal. Maar de mensen rondom jou weten dat niet. En je houdt dat al heel jouw leven verborgen achter een masker. Maar diep in je binnenste weet jij dat het er zit, al die woede. Alleen weet je niet hoeveel kracht er in die, ja, in die woedebom zit. De bom vol woede is onvoorspelbaar. Dus moet, je extreem, moet die extreem hard onder controle worden gehouden. En dat doe je via dat masker. Je bent de vriendelijke, de hulpvaardige, de helper, de redder, de perfectionist. En niemand ziet die woede nog. Jijzelf ook niet. En ander weer, gebruik juist het masker. Om die woede te ventileren en te misbruiken. He. Zij zijn de harde, de rebel, ze zij zijn verraad. Via hun hardheid en gewelddadigheid lossen zij die druk die in die woedebom zit. Telkens wordt er wat woede gelost. He. En als het even kan, ook via uitbarstingen. He. Als ze iemand in elkaar schoppen, bijvoorbeeld. Mijn beste zusters, achter het masker zit er een grote behoefte. Een immense behoefte. Een behoefte die er absoluut mag zijn, maar waarmee zij geen enkele verbinding meer willen hebben of willen hebben. Hè. Ze, 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 ze weten dat is enkel maar een terrein vol met. Pijn, teleurstelling en schaamte. De behoefte, de nood aan verbinding, wederzijdse liefde en intieme communicatie, uitwisseling van emoties, verlangens en wensen worden onderdrukt. En natuurlijk houdt dat masker heel de situatie in stand. En achter dat masker zit er een grote nood. En dit is allemaal gevormd in de kindertijd vanwege chronisch trauma dat zich afspeelde in het ouderlijk gezin. En we kunnen ook zien dat er in één en hetzelfde gezin verschillende kinderen kunnen zijn die elk een ander masker hebben. En dus dezelfde ouders met, laten we zeggen, vijf kinderen. En die hebben alle vijf een ander masker. Subhanallah. En ik ga je eens een voorbeeld geven van een gezin. Dus vader, moeder, er is trauma uh, en de kinderen moeten zich daar, ja, daarin zien te overleven. Hè? En ik ga van die vijf kinderen twee kinderen beschrijven. Het is een clichévoorbeeld, maar het komt veel voor. Je hebt bijvoorbeeld de dochter en zij is perfect. En dan heb je een van de andere kinderen, een zoon, en die is rebels. Dus in één enkel gezin zie je twee verschillende types van maskers die, die, die nogal uiteenlopend zijn. En um, je zou nu denken, in hetzelfde gezin, wat het probleem is, bijvoorbeeld, doordat die rebel zo rebels is, om het maar zo te zeggen: die zoon is heel rebels. Uh, er is altijd drama, er zijn altijd problemen, uh, er is altijd een heel gedoe met hem. Zo denken de andere leden van het gezin dat er niks met hen aan de hand is. En vooral die dochter die perfect is. Zij gaat ook in haar perfectie alle anderen willen helpen. Ze, heeft, uh, ze, ze ziet de fouten van de anderen constant en zeker van, van haar, haar, haar broer. En, maar zij is perfect. Hè. En, en zij ziet niet dat zij dus ook een masker op heeft. En zo zie je dat er in één gezin met dezelfde ouders verschillende maskers kunnen ontstaan. En dat erge masker, dat zogezegd het ergste is, de rebel, zorgt er vaak voor dat de anderen dus in dat gezin denken dat zij geen enkel probleem hebben, en dat zij oké okay zijn. Maar niks is minder waar. Niks is minder waar. De dochter die perfect is, bijvoorbeeld, richt met haar drang naar perfectie ook schade aan. Bij haarzelf en bij anderen. Net zoals die rebel voor zichzelf schade aanbrengt en bij de anderen schade aanbrengt. En door haar perfectie kunnen mensen van haar weg vluchten. Ze maakt zich druk. Ziet steeds de fouten. Ze is gestrest om al die dingen die er moeten gebeuren aan te pakken en recht te zetten. En ze doet het op haar manier en het moet allemaal op haar manier. Maar ze realiseert zich vaak niet dat er helemaal niks recht te zetten valt, dat alles best oké okay is. Maar dat kan nooit tot haar doordringen zolang zij dat masker op heeft staan. En zij leidt eigenlijk onder haar perfectie en het put haar. Uit. En ze voelt zich onbegrepen en alleen. Hè. En ze, ze, ze zet zichzelf onder druk om dat niveau van perfectie te behouden, geen fouten te maken, mooi te zijn, mooi gekleed te zijn enzovoort. Zo zie je in één gezin verschillende maskers en men mogen niet denken dat alleen die rebel uh, problemen heeft. Hè. En wat bij alle maskers voorkomt, elk van hen is bang om het af te zetten. Zelfs als ze diep van binnen goed weten dat dat beter zou zijn voor hen. Want het is een bescherming, dus ze durven het niet los te laten. En het is ontstaan in hun kindertijd, en het heeft altijd uh, gewerkt. Hè. Mijn beste zusters. Zolang het masker stevig blijft opgezet, is er geen genezing mogelijk. Is er geen genezing mogelijk. Daarom nodig ik jullie uit om naar mijn vervolgvideo te luisteren. En dat is deel 3. En dat gaat over genezing. Die ik inshallah uh, volgende week, waarschijnlijk de vrijdag, zal uploaden. En ik dank jullie om te luisteren. Barakallahu en vergeet uh, je niet te abonneren, hè, mijn video te delen als je wilt en, 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 en te liken. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.